Lang geleden was Nederland een land van dorpjes en steden. Er werd gebouwd met lokale materialen en stijlen. En dus had elke streek een eigen aanblik. Door de industriële revolutie kwamen er allerlei nieuwe bouwtechnieken. Bezorgde burgers zagen dat door die ontwikkelingen de schoonheid van het oude bedreigd werd. Daarom kwamen ze bij elkaar. Dit leidde in 1911 tot de oprichting van de Vereniging Heemschut. Een club van burgers die de omgeving, het heem, wil beschermen. Schutten. In meer dan 100 jaar heeft Heemschut heel wat bereikt. Zo is er een monumentenwet gekomen en daardoor zijn tienduizenden historische gebouwen en ook gebieden beschermd. Maar Nederland is nooit af. Nog steeds worden bijzondere bouwwerken en waardevolle landschappen bedreigd. Burgers zijn daar vaak bezorgd over. Heemschut helpt mensen die in actie willen komen om erfgoed te beschermen. Samen zijn we de erfgoedbeschermers. In Nederland gaan steeds minder mensen naar de kerk. Dit heeft grote gevolgen voor een deel van de 6000 kerkgebouwen. Vaak zijn het monumentale gebouwen in het hart van dorp en stad. Wat gebeurt daarmee als ze leeg komen te staan? Wie neemt ze dan in gebruik? Of worden ze verkocht en gesloopt? De minister vindt het belangrijk dat we met elkaar goed nadenken over dit probleem. Daarom is de kerkenvisie bedacht. Kerkgenootschappen, bestuurders en burgers denken samen na over de toekomst. Een kerkenvisie is van groot belang voor elke gemeente. En Heemschut wil daar graag bij helpen. U wordt gevraagd om mee te denken. Dat kan bijvoorbeeld via een historische vereniging of een actiegroep in uw eigen buurt. Praat met politici en zorg dat ook uw lokale bestuurders de waarde inzien van religieus erfgoed. Want voor je het weet is die kerk gesloten of zelfs gesloopt. En dat zou nou echt eeuwig zonde zijn.